Hoe ben je bij Avisi terechtgekomen? Ik was op zoek naar een nieuwe vrijwillige baan nadat ik heb gestopt bij Karinth Regland. Heb dus een verzorgingshuis waar ik heb voor 5 jaar koffie uitgedeeld voor de bewoners. En na die coronapandemie was een beetje stil, heb ik wel de neiging om iets anders te doen. En ik wou graag mijzelf verder ontwikkelen in die vak van filmen. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, hartstikke leuk. Zoveel leuke mensen ontmoeten. Iedereen zijn super vriendelijk. Die eisen zijn niet te hoog, maar ook niet te laag. Want soms is het wel een beetje uitdagend als zij om 5:00 zetten zonder die journaal af te hebben. En jij wacht nog voor filmpjes en zo. Nou, de centmachtiging dreigt natuurlijk weg te vallen. Hoe zou dat voor jou zijn als dit allemaal wegvalt? Ja, hartstikke vervelend. Want ik heb mijn werkelijkse structuur omgebouwd over 2 dagen per week naar Avisi te komen. Wat vind je het leukste om te doen hier? Ik vind filmen wel het leukste om te doen. Want dat is mijn passie, om dingen in beeld te brengen en verhalen van normale mensen in die voorgrond te brengen. Want als zij stilzitten en naar iemand anders luisteren, hebben ze zoveel informatie aan jou te vertellen. En de meeste van die dingen weet jij niet, want iedereen heeft zijn eigen mening, zijn eigen opinies, zijn eigen levensfilosofie. Wat is dan je favoriete item wat je gemaakt hebt voor Avisi? Stel, wie heb een gehandicapte kind gehad met cerebral palsy. Maar vanaf kleins heb hij voetbal heel leuk gevonden. En die vader en die moeder van die kind heb besloten om een eigen stichting te vormen voor mensen die niet goed kunnen lopen of rennen of voor rolstoelvoetbal. En ja, die verhaal was heel leuk. Die motivatie was ook heel prachtig. En het was echt super leuk om die kinderen te zien genieten van voetbal. Okay. Ik ben een van 75 vrijwilligers. En er zijn nog 74 vrijwilligers die dat met passie en liefde doen.